Wij zijn niet bang, want Bluma is er bang! Oké, kom op. Waar komen Joden toch vandaan? Israël, nu ver van land. Wonen daar ook super Joden? Ja, daar wonen super Joden. Vinden Joden voetbal fijn? Als we maar voor Ajax zijn. We'll be right back.
is een mooi stadion. En ja, zo inspirerend. Mooi veld. Ja. Het voelt natuurlijk. Ik zou er graag eens een keer een wedstrijd willen spelen. Ik ga het lachen en het gieren en het brullen. En ja. Ja, bloed, zweet, tranen natuurlijk. Vochten voor het team, alles gedaan. Bij mij was het toen ik in de laatste wedstrijd scoorde en de vlag kapot had getrapt. Nou, ik nam de bal aan van randje 16. Ik kreeg een mooie paas van Faisal. Schoot hem in één keer over de keeper heen. En toen trapte ik de vlag eraf. Het was gewoon een penalty, terecht penalty vond ik. Maar ik schoot er gewoon lekker binnen, de keeper deed niks. Het was gewoon lekker een penalty. Ik was eigenlijk nog nooit eerder op voetbalkamp geweest. En het is zo'n groot toernooi met alle jongens, was natuurlijk geweldig. Het eten hier in Os was echt fucking vies. Het eten in Berlijn was oké. De ceremonies en zo vond ik ook een beetje saai worden. In Berlijn was het veel meer straight to the point, gewoon voetbal en gewoon prijsuitreiking. En hier was het een beetje, kwamen er een paar chicks op en die gingen dan dansen. Dat deden ze dan vier keer hetzelfde. Ja, we hadden de laatste wedstrijd, de ene laatste wedstrijd misschien iets harder moeten vechten voor. Maar ik vind, we zijn wel ver gekomen. Doordat we, ja, we gingen door de groepsfase heen en de tweede groepsfase ook nog bijna. En terwijl we geproduceerd hadden en vond wel knap. Dat we gewoon goed samen hadden gespeeld. Geen ruzie, geen niks tijdens de wedstrijd. En dat we gewoon tegen clubs van eerste divisie, hoofdklasse, maar 1-1 hadden gespeeld of nog net 1-0 verloren. En dat wij van derde, tweede klasse komen en gewoon echt alles op alles hadden gegeven. En gewoon dat we het wel kunnen, maar dat we het echt moeten laten zien. En dat vond ik het allermooiste. En dat we nu hier gewoon staan, top Os, aan VJ, dat is gewoon het allermooiste wat je kan beleven.